Ja, welkom dames en heren. Ik heb begrepen dat ik hier via dit filmpje de mogelijkheid heb om iets te vertellen over de IE-module, zeg maar, binnen de nieuwe afstudeerrichting die wij hebben gecreëerd. Nou, over IE gesproken, het zijn natuurlijk ontzettend leuke vakken. Dat vooropgesteld. Ten eerste natuurlijk auteursrecht. Daar leren jullie iets over het recht wat met name invloed heeft op de creaties van schrijvers, kunstenaars, artiesten. Dan hebben we verder het merkrecht. Dus dat is het recht wat in de handel en in de commercie wordt gebruikt om waren of diensten te onderscheiden. Heel bekende merken zijn, weet ik wat, Coca-Cola, Mercedes-Benz, Louis Vuitton, wat dan ook. Dan hoort er een gedeelte octrooirecht bij. Dat is het recht van uitvindingen. Dus van technische oplossingen die beschermd worden. Maar dan gaat het in het algemeen over intellectuele creaties. Daarom heet het recht ook het recht van de intellectuele eigendom. En wat in het kader van de cursus dan specifiek wordt aangeboden en wat ook een verplicht onderdeel is, dat zijn er met name de vraagstellingen die naar boven komen in de digitale omgeving. Dus wat is eigenlijk de betekenis van de intellectuele eigendom in de digitale samenleving? Wat betekent dat voor onze maatschappij op internet? En daarbij speelt dan met name een rol het auteursrecht natuurlijk. Dus privé kopiëren. Als ik nu iets ga downloaden van, ja, niet van een officiële source, niet een officieel platform zoals iTunes, maar ik ga het downloaden van de Pirate Bay. Mag dat dan? Valt dat onder een beperking van het auteursrecht of is dat auteursrecht inbreuk? En willen wij als maatschappij dat dat soort gebruikshandelingen toegestaan zijn? Of wat gebeurt eigenlijk met Google Books als mensen gewoon een bibliotheek binnenlopen en beginnen om boeken te scannen en dat achteraf op internet beschikbaar te stellen? Voor de informatieuitwisseling is dat natuurlijk heel belangrijk, maar is dat ook vanuit auteursrechtelijk perspectief toegestaan? Is dat geoorloofd? En wij bespreken ook vragen die te maken hebben met het merkenrecht vanwege reclame op internet. Als ik nu het merk van iemand anders, misschien een heel bekend merk, als een zoekterm gebruik voor mijn eigen reclame, die dan bij een zoekmachine naar boven komt, mag dat of levert dat onrechtmatige mededinging op? Dat zijn vragen waarmee we ons dan bezighouden. En wie daarover meer wil weten, die is dus van harte welkom in mijn verschillende colleges daarover. Ik zie u graag dan terug.